Heuvel Middenberm. Dus dat kan voor een splitsing zorgen in de peloton. Dat is het enige gevaar die je nog hebt. Er zit zeker geen korte haakse bocht in net voor de aankomst. Dus eigenlijk op zich een mooie finish voor een massasprint. Amorisson gaat alleen. Amorisson gaat alleen. De Waal uit Belui. En wie gaat er mee? Wallace reageert in ieder geval direct. En ook Evans in het wiel van Rob Kruig. Maar met z'n vieren worden ze bijna opgepeuzeld door het beest dat Columbia heet. En wie gaat er dan mee? Wie zit er als sprinter op dit moment al goed geplaatst? Feit is natuurlijk dat door die ontsnapping de ploeg Columbia echt wel ontvolst is hoor. Want twee maaltjes nog voor IJssel uit. Dat is te weinig om straks nog te gaan controleren. En dus zetten ze daar links een trein op van Omega Pharmalotto. Ja, dan zijn ze toch met een maaltje of vier. Opkomst. De vlucht zit erop. Evans heeft zijn best gedaan, heeft zich getoond. De organisatie zal tevreden zijn in de laatste ronde. Zijn ploeg heeft hier de hele dag de verantwoordelijkheid genomen. Zelfs Ballon in de aanval gezien. Bij BMC hebben ze dus echt een knappe wedstrijd gereden. Evans is klaar voor het WK. Al zal hij daar natuurlijk rekening moeten houden met de omloop, die misschien niet volledig voor hem gemaakt is. En nu Jan Gijsling. Gijsling zelf op kop door zijn Bordendorp. Ja, dit is of blijkt afgesproken. Jan Gijsling, de man uit Pittem, rijdt nu op, ja, wat zal het zijn, een kilometer van zijn deur. En een uitval in het peloton van een van de mannen van Radio Shack. En weer iemand van Quickstep? Nee, van Verandas Willems. Ik dacht van Landschoot aan de stijl te zien. Met z'n tweeën. Op 4 kilometer van de streep. En ja, bij Columbia zijn ze natuurlijk bijna uitgebonjourd. Dus het zal iemand anders moeten worden. Maar het is Van Landschoot niet hoor. Andy Capelle. Ja, die heeft beloofd dat hij nog iets zou kunnen doen. En neem het van ons aan, Andy Capelle is een taaie. Is eentje die heel hard kan rijden. Is natuurlijk alleen, maar toch. Ze zullen alles uit de kast moeten halen, willen ze deze man terugpakken. Wel wind tegen. Ja, het is volledig wind tegen. Als je op die grote brede weg komt straks, als je maar deze voorsprong hebt, dan zal het o zo moeilijk zijn. Natuurlijk, welke ploeg wil het nog gaan doen? Hè? Ik ja, Vacant Soleil voor VU. Ja. Heeft toch gewonnen in Fourmi. Ja, oké. Okay. Maar deze mannen vinden voorlopig elkaar. Die van Radio Shack moeten we nog heel even identificeren, al zeker aan die Capelle, die volgend jaar naar Quickstep trekt. In het slot van zijn carrière, al is dat wat overdreven, toch nog een mooie transfer versierd. Capelle is er 31. En zag zijn carrière een beetje gekortwiekt door een vermeend dopinggeval. Toen hij een zalfje gebruikte dat eerst niet op de verbodenlijst stond, maar daarna wel. En zo werd hij uiteindelijk, ja, zijn benen een beetje afgesneden en heeft hij eigenlijk een grote carrière gemist. Grote tussen aanhalingstekens. Een goede carrière gemist. Andere carrière misschien. Maar ze blijven zeker niet voorop hoor. Je zag dan net al dat de man van Radio Shack echt met die elleboog aan het schudden was naar Capelle. Van kom op, dit gaat echt niet snel genoeg. Nou, ik vraag me af of het Capelle is. 3 kilometer. Met een zoevende vaart richting Kolskamp nu. Nu hebben ze nog twee obstakels, een rondpunt en dan die vluchtheuvel Middenberm op een 600-700 meter van de finish. En voor de rest is het allemaal recht aan recht uit. Die van Columbia zijn alleszins weg. We zien een aantal jongens van Quickstep en ook een treintje van Vacant Soleil komen nu. Door het Brugse Ommeland. Capelle en Le Catre, wordt hier gezegd. Maar Le Catre, de Fransman uit Pithiviers, terwijl we de Volder links zien opschuiven, zou die nog voor een late uitval kiezen? We kunnen het haast niet geloven. Ja, waarom niet? Het kan altijd dat hij hier nog eens de goede benen heeft gevonden en nog wel eens gemotiveerd is. Want het is vooral, zo'n koers is vooral gebaseerd op heel veel motivatie. Ja, misschien wil hij na die Belgische trui ook wel die Leeuwentrui aantrekken. Nou, hij heeft toch al twee truien, dus een dertie kan er altijd wel bij. Kijk eens, met zijn tweeën op kop zouden ze vol de kaart van Frederik Robert trekken. Johan Koenen voorin terug te vinden van Topsport Vlaanderen.
Het is allemaal wat ongeorganiseerd, mede door het feit dat die van Colombia vroeg weg zijn. Ja. Twee mannetjes voorin nog te vinden. Hij is nog in het wiel van de Volder. Dus oh, en een val met iemand van de supporters aan de kant. Ja. Dit is gevaarlijk. Met het nummer 103 zagen we iemand van Vacan Soleil. Dat was Van Groen, de man die mee was in de vroege vlucht. Hopelijk heeft daar niemand zich ernstig geblesseerd of bezeerd. En nu Lagoutin offert zijn kansen op. De ex-winnaar. Met die mannen van Omega Pharma Lotto. Het is gewoon onderharts nu, naast elkaar. Bij Skill Shimano brengt men ook een paar snelle mannen mee. U ziet daar de bescheiden Vod hangen. Bij Skill wordt nu iemand in stelling gebracht. In tweede positie zien we alleszins Van Hummel. Dus ik vermoed dat het voor Laser zal worden. IJssel zit een man. Is de man van Colombia, denk ik, die in vierde stelling zit nu. En wie gaat er daar aan? Brengt Leuwik de Haas naar voren? Ja, dat is Kenny de Haas daar in vijfde positie, zowat in het wiel van zijn ploegmaat. Hier heb je nog die vluchtheuvel. Links komen ze nog met iemand van, van NetApp, het team van Jens Hebner. Alleszins, we zitten zo stilaan in de laatste rechte lijn. Met de spurt die aangetrokken wordt door iemand van Vacan Soleil. De Haas van Hummel wordt nu, of komt er nu uit, met Laser in zijn wiel. Het is wachten, want de sprint of de wind zit op kop. Links gaat IJssel en die is sterk. Links gaat IJssel en die is sterk en die komt eruit en gaat die iedereen kloppen. We vermoeden dat het die van Colombia wordt. En het is hem. En het is met nummer 46, Lee Howard. Hebben wij ons even verkeken, zeg. Lee Howard wint hem. En dan hadden we toch juist dat IJssel zijn kansen al had opgeofferd. Lee Howard pakt de zegen. Hier gaan we nog eens die sprint zien. Hij zat eigenlijk al een heel tijdje vrij makkelijk in die wielen. Op het moment dat hij aan gaat, zie je al, hij neemt direct enkele fietslengten. Dan weet je al dat er niks meer aan te doen is. Kijk eens aan, wat een versnelling. De rest komt er gewoonweg niet aan te pas. En Howard wint makkelijk. En zou dat de Kruopus kunnen geweest zijn van Palmanskras, ja, die tweede is geworden? Laser lijkt onze derde. Steegmans zit daar ook voorin. Ja, Kruopus zat een beetje ingesloten, heeft ook zeker een snelle sprint gereden. Ja, Lee Howard, 20 jaar, dit jaar in stelling gebracht door Team Colombia. Pistier dus, zoals we zeiden, werd in Gent in 2006 ook al wereldkampioen ploegenachtervolging. En sindsdien heeft hij in eigen land en in de zesdaagse de ene overwinning na elkaar aan elkaar gereikt.